Met name in de praktijk merken wij dat veel werkgevers al die verplichtingen best wel als een zware last ervaren. Met name kleine en middelkleine bedrijven, waarbij er vaak bijvoorbeeld geen aparte HR-afdeling is. Ja, er is wel een mogelijke oplossing hiervoor, namelijk de MKB-verzuimontzorgverzekering. En ja, die MKB-verzuimontzorgverzekering die zorgt ervoor dat u de verantwoordelijkheden na kan komen en die begeleidt u echt bij dat gehele stappenplan. Ja, het is een nieuwe verzekering. Ja, wat al duidelijk wordt uit zijn naam, ja, ontzorgt het u echt als werkgever. En ja, dat houdt eigenlijk in dat de verzekeraar alle zaken rondom verzuimbegeleiding, case management en reïntegratie bij u uit handen neemt. Dus daarbij wordt u echt ondersteund. Nou, wat houdt die verzekering dan allemaal in? Nou, allereerst is de loondoorbetaling bij ziekte gedekt. Ja, mocht uw medewerker ziek uitvallen, dan krijgt u van de verzekeraar een vergoeding om dat salaris dus door te betalen. Nou, daarnaast vindt er dus ook actieve begeleiding plaats bij de reïntegratie. U krijgt bij langdurig verzuim dus echt een case manager toegewezen. En die case manager, ja, die neemt u dan veel werk uit de handen. Want die case manager helpt dan bijvoorbeeld bij dat zojuist genoemde plan van aanpak. En die begeleidt u echt bij al die stappen die u dan moet nemen. Nou, daarnaast komen de kosten voor de reïntegratie voor rekening van de verzekeraar. Dus er volgt eigenlijk 100% vergoeding van de door de bedrijfsarts of arbeidsdienst geadviseerde interventies. Bijvoorbeeld dat arbeidsdeskundig onderzoek, dat tweede spoortraject en dat multidisciplinair onderzoek. Ja, die kosten daarvan kunnen al snel in de duizenden euro's oplopen. En in dit geval vergoedt de verzekeraar dan die kosten. Nou, daarnaast voldoet de verzekering ook aan de wetsverbetering poortwachter. Ja, dit houdt eigenlijk in dat wanneer u de adviezen van de bedrijfsarts opvolgt, dat de verzekeraar een eventuele door het UWV opgelegde loonsanctie vergoedt. Dus daar heeft u ook dan meer zekerheid in. Nou, tot slot, ziektegevallen binnen de eigen onderneming, ja, lang of kort, die tellen beperkt mee in berekening van de premie. Dus de premie is daarmee minder afhankelijk van het verzuim, ja, binnen uw eigen organisatie en is daarmee ook relatief gezien wat stabieler. Nou, het kan nu zijn dat u zit te kijken terwijl u al een verzuimverzekering heeft lopen. Ja, wat is dan eigenlijk het verschil tussen een verzuimverzekering en een MKB-verzuimontzorgverzekering? Nou, bij beide verzekeringen is die loondoorbetaling bij ziekte gedekt. Maar die MKB-verzuimontzorgverzekering die kent wel echt een aantal punten die uniek zijn ten opzichte van de verzuimverzekering. Nou, dat zit hem dan onder andere in dat stukje dienstverlening. Ja, bij de MKB-verzuimontzorgverzekering heeft echt die case manager, ja, de regie in dat reïntegratietraject. Ja, u creëert daarmee eigenlijk een stukje zekerheid dat, ja, dat u voldoet aan dat gehele stappenplan en al die reïntegratieverplichtingen. Dus de nadruk ligt erbij echt meer op het ontzorgen. Nou, daarnaast zijn dus die interventiekosten volledig gedekt. Ja, vaak wil een verzuimverzekeraar daar ook wel bij meedenken. Maar dan wordt er wel vaak een kostenbatenanalyse gemaakt. En dan volgt er vaak ook geen 100% vergoeding. Dus ja, weer opnieuw dat arbeidsdeskundig onderzoek, dat tweede spoortraject, dat multidisciplinaire onderzoek. Ja, dat wordt dus bij die MKB-verzuimontzorgverzekering volledig vergoed. Nou, tot slot, ja, toch weer die premiestabiliteit. Hè. Voor u is het ook prettig om te weten wat u kunt verwachten in de toekomst aan premies. Dus dat is ook een voordeel wat dat betreft.